De Overman presenteert Max Havelaar. Betavens Droogstoppel is makelaar in koffie en woont op de Lauriersgracht 37. Op een dag krijgt Droogstoppel van zijn oude jeugdvriend Sjaalman een pak papieren. In deze papieren leest Droogstoppel dat de koffiemarkt in groot gevaar is en hij laat zijn stagiair Stern daarom een boek over koffie schrijven. Droogstoppel moet aan Stern beloven dat hij niets zal veranderen aan de inhoud. Dat heeft hij geweten. Stern schrijft niet over de koffiemarkt, maar over de belevenissen van Sjaalman, ofwel Max Havelaar. Havelaar is assistent-resident geworden in de provincie Lebak op Java. In zijn toespraak aan de hoofden van de provincie zegt hij dat hij de armoede en de uitbuiting van de bevolking wil tegengaan. Diezelfde nacht komt Havelaar erachter dat de regent het volk uitbuit en dat zijn overleden voorganger hiervan afwist, maar niets deed. Droogstoppel leest nu dat Ster niet over koffie vertelt en haalt de preek van dominee Wavelaar aan die zegt dat de Javaan aan het werk gezet moet worden om tot God te komen. Tijdens een etentje vertelt Havelaar het verhaal van de Japanse steenhouwer, maar ook over zijn oude baan in Sumatra. Daar was hij ontslagen omdat hij de boekhouding niet goed had bijgehouden en verzet had gepleegd tegen de uitbuiting van de arme bevolking door de gouverneur. Als voorbeeld vertelt Havelaar ook het verhaal van Tsaitja en Adinda. Dan hoort Havelaar dat de vorige assistent-resident is vergiftigd door de regent. Hij klaagt de regent aan en de situatie wordt voorgelegd aan de regering. Deze kiest echter partij voor de regent en Havelaar wordt overgeplaatst. Dit weigert hij en neemt ontslag. Multatuli, die eigenlijk Havelaar is, bedankt Stern dat hij zijn verhaal opschrijft. Droogstoppel wordt nu boos en zegt dat Multatuli in koffie kan stikken. Multatuli benadrukt nu dat de Javanen worden mishandeld en uitgebuit. Iedereen is boos. Einde. Lees dit boek als je geïnteresseerd bent in uitbuiting, koffie en door elkaar lopende verhaallijnen.